gewoon alsof je gewoon minder volk bent. Je moet je aan de regels houden. En als je het niet doet, dan korten we je uitkering. Uitkering. Dat was mijn vooruitverwijzing. De arbeidsvoorziening, en dat heet bij een deel van Gelderland, heet dat ISWI, Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen. De gemeente Aalten en de gemeente Oude IJsselstreek, die zorgen daarmee samen voor de sociale diensten. Jarenlang moesten werklozen daar bloemen vouwen. Het zou ze helpen bij het vinden van een nieuwe baan, maar zelf waren ze er niet echt blij mee. Als je gewoon, alsof je gewoon minder volk bent. Je moet je aan de regels houden. En als je het niet doet, dan korten we je uitkering. De hele manier van doen daar is gewoon, maakt je gewoon kapot. Drie mensen met een opleiding die alle drie gedwongen zijn jarenlang kunstbloemen te moduleren en enveloppen te vouwen voor het ISWI, het interregionale samenwerkingsverband Werk en Inkomen van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. Het is net een strafkamp. Het is machtsmisbruik. Ten top. We hebben het over mensen die bang zijn, mensen die angst hebben dat ze gekort worden. Jullie hebben het zelf gezien, mensen die niet voor de camera willen komen. We merken zelf, want dit is geen probleem wat nou typisch Aalten of Oude IJsselstreek is. Het komt op meer plekken in Nederland voor. En het ernstige van dit verhaal is dat een heleboel mensen niet met hun verhaal naar buiten willen. De vakbond FNV zegt dat de angst van werknemers om te praten groot is. Toch is het verhaal begin dit jaar, zo april dit jaar, bij Rob Berends van de Gelderlander terechtgekomen. Rob, wat moesten de mensen precies doen bij de ISWI? Bij het ISWI moesten ze in fabriekshallen enveloppen vouwen of kunstbloemen modelleren, heet dat. Dat betekent uitvouwen en in potjes zetten. En dat moesten ze 32 uur in de week doen, het hele jaar door. Met welk doel eigenlijk, dat vouwen van die bloemen? Voor wie wil dat hebben? Ja? Je kan het kopen bij de Intratuin. Oh. Nou, het is het iets betere segment, heb ik me laten vertellen, dan de Intratuin. En dat werd door met name ook hbo's en universitair geschoolde mensen gevouwen. Dat is een hele bijzondere bloemen. Maar ik begrijp dat er sprake was van dwangarbeid. Dat iemand die term heeft laten vallen, Rob. Ja, dat klopt. Dat wordt door de mensen die daar werkten, werd dat zo ervaren. Want ze moesten arbeid verrichten en dat deden ze onder dwang. Ze deden dat zeker niet vrijwillig. Het regime in die hallen was niet buitensporig vriendelijk. Als je twee keer te laat kwam, dan werd je gedreigd met het inhouden van je hele uitkering. Dat is ook gebeurd in een aantal gevallen. Dus mensen gingen daar met de pest in hun lijf altijd naartoe. Ja, hoe kwam dat verhaal aan het rollen? Hoe kwam het bij jou? Ik was bezig met een ander onderwerp. Dat was de tegenprestatie die is ingevoerd. En gemeenten moeten iets doen met een tegenprestatie met uitkeringsgerechtigden. Mm-hmm. Iemand die een uitkering krijgt, die mag om een tegenprestatie. Of moet om een tegenprestatie gevraagd worden. Bijstandsuitkering. Ja, een bijstandsuitkering. En ik was eigenlijk op zoek naar iemand die al zo'n tegenprestatie had moeten verlenen. Nou, en in die zoektocht liep ik aan tegen Peter Dibbets, die zich bij het FNV gemeld had. Maar dit was geen tegenprestatie, dit was iets wat al veel langer gaande was. Het is een soort reïntegratietraject waarbij dat bloemenvouwen ertoe zou moeten bijdragen dat je een grotere kans op het vinden van werk hebt. En dit kan je eigenlijk geen reïntegratietraject noemen, want zo'n traject moet er echt op gericht zijn dat je kansen op het vinden van een baan groter worden. En dat was hier niet het geval. Nee, nou was de angst om te praten natuurlijk groot, zoals we zeiden. Maar een werknemer deed dus toch zijn beklag bij jou. En later is een aantal medewerkers ook bij Omroep Gelderland te horen geweest. Ik zou je echt niet terug willen, dus ik probeer echt zo ver mogelijk hier weg te blijven. Maar als het moet, dan moet het, maar liever niet. Nee. We zijn niet welkom bij het ISWI. Binnenfilmen mag niet. Vakbond FNV noemt de praktijken van de gemeenten en ISWI uitbuiting. Uitbuiten is daar sprake van op het moment dat mensen productief werk doen en daar vervolgens niet de beloning voor krijgen die daarbij hoort. Dus dan is er een sprake van uitbuiting inderdaad. Is dat hier het geval? Ik vind dat hier het geval is, ja. Mensen werken daar soms al 4 jaar lang in die productiehallen. Die maken gewoon iets creatiefs vanuit datgene wat zij moeten doen. En de ondernemer die verkoopt dat vervolgens aan allerlei tuinbedrijven en krijgt er geld voor. Dus dan moeten de mensen dat ook terugkrijgen. Wat bij mij omgaat is gewoon de manier waarop ze met mensen omgaan. Dat is gewoon heel slecht. Als uitkeringsgerechtigden hebben we eigenlijk nergens recht op. Op het moment dat jij tegen je consulent zegt of tegen iemand daar...
Van goh, ik ben het hier niet mee eens. Kan dat niet anders? Of ik wil graag dat of dat. Dan zeggen ze ja, je moet je aan de regels houden. En als je het niet doet, dan korten we je uitkering. Dus eigenlijk durft niemand meer iets te zeggen. Want ja, je kan niet met de helft van je uitkering zeg maar leven. Dan kan je gewoon niet uit. Je kan niet je huur betalen en alles wat je, alle vaste lasten zeg maar. Dat kan gewoon. Er zitten mensen achter u op de stoelen en ook tegenover u langs de wanden van de zaal. Die mensen die roepen aan maszaken over masmisbruik, angst, intimidatie. Dat moet u toch ook niet koud laten? Laat ik zeggen dat ik in het leerwerkcentrum ben geweest en daar niet de indruk kreeg dat, dat er angstige mensen zaten. Iedereen mag zeggen wat hij wil in dit land. Iedereen staat het vrij om... Geloof ze niet. Ik wil me baseren op feiten. Ik heb nog niet de indruk dat het beeld wat geschetst wordt, of dat het ook de werkelijkheid zal zijn. Rob, werd er inderdaad zo gereageerd in eerste instantie? Nou, het kan niet waar zijn of we doen er in elk geval niks mee? Ja, eerste reacties vanuit de directie en vanuit de wethouders was van nou, waarom maak je hier zo'n heisa over? We doen toch met de beste bedoelingen, doen wij hier goed werk en wij zijn toch fijn bezig. Je zag echt een heel groot verschil tussen de leefwereld van het bestuur en de wethouders en de leefwereld van de werknemers. Dat was verbijsterend om mee te maken. En wat gebeurde er waardoor dat uiteindelijk toch kantelde? Of is dat helemaal niet gekanteld? Het is gekanteld, want het wordt, of het is beëindigd op deze manier. Mensen moeten daar nu nog maximaal een half jaar naartoe. Dat is redelijk in lijn met wat in Nederland gebruikelijk is. Dat je een reïntegratietraject met een half jaar onbetaalde arbeid hebt. Dat is niet raar. Wat deed het kantelen? Waardoor kantelde het? Waardoor ging men er anders naar kijken? Het is gekanteld door de druk van de publiciteit, denk ik. En ook door de druk die de FNV erop heeft uitgeoefend. Die daar voortdurend mee bezig is geweest en heeft aangegeven dat dit in strijd met de wet is. En dat je hiervoor het minimumloon zou moeten betalen. En die druk die is wel doorgedrongen tot de wethouders. En dat heeft hen toen doen besluiten om hiermee op deze manier te stoppen. Met deze lange trajecten vooral. Maar het mag ook niet, hè, juridisch. En dan komen we even terug bij onze vriend Kevin Wevers. De jurist die ook tegen al die gemeenten procedeert. Die woont zelf in Aalten en die werd min of meer ook gedwongen. Toen hij niet aan het werk kwam na zijn studie rechten, moest hij ook bloemen vouwen. En hij heeft gewoon gezegd, dat ga ik niet doen. Dan stap ik naar de rechter. Een reïntegratietraject moet altijd op maat zijn. Hè? En zelfs een half jaar, als iemand dat als tegenprestatie in een fabriekshal bloemen moet vouwen, dat kun je je afvragen of dat wel een reïntegratietraject op maat is. Dus ook maar de vraag of dat half jaar wel rechtsgeldig is. Maar heeft hij... ja, Rob? Dat klopt. Hij heeft het geweigerd en hij is niet in die hal te werk gesteld. En het geldt ook voor de jongen die hiermee naar buiten is gekomen. Die is op zeker moment ook ontslagen van zijn werkzaamheden daar, omdat zijn reïntegratietraject zou zijn afgerond. Zonder dat hij werd gekort op zijn uitkering? Zonder dat hij werd gekort op zijn uitkering, ja. Ja, dus dat verzet dat heeft zin gehad. En jij zegt onder druk van de publiciteit en van de vakbond zijn de bestuurders ook van dat gebruik afgestapt om mensen daar langere tijd onbetaald werk te laten doen. Hoe waren de reacties van lezers? Want de cynische kijker en de cynische lezer die zegt, ja, moet je horen, je krijgt een uitkering. Logisch dat er om een tegenprestatie wordt gevraagd. Ja, en als je niet komt, dan wordt er gekort. Die reacties vielen eigenlijk in twee groepen uiteen. De ene groep zei, het is belachelijk dat dit gebeurt. En de andere groep zei, je moet gewoon werken voor je geld en je moet niet zeiken. En je krijgt een uitkering, dus daar doe je maar wat voor. Beide type reacties zag je heel veel. Ja. Nou zijn er geen wethouders of bestuurders gesneuveld op dit dossier. Hoe verklaar jij dat, Rob? Dat klopt. En dat is omdat in Oude IJsselstreek de wethouder al demissionair was. Daar is het al geruime tijd een politieke puinhoop. En in Aalten, de wethouder die daarvoor verantwoordelijk was, die zit er pas een half jaar. Dus die kende het dossier ook nog amper. Wat op zich nog wel grappig is, is dat ik met hem een afspraak had in die hal zelf, een week na de eerste publicatie, waar andere wethouder en de directie was er ook bij. En hij kwam een half uur te laat omdat hij de hal niet kon vinden. Hij was er zelf nog nooit geweest. Maar hij was er al wel een half jaar verantwoordelijk voor. Was dat de man die we net hoorden zeggen van dit beeld strookt niet met de werkelijkheid? Of was dat weer een andere bestuurder? Ja, nee, dat was hem. Dat was hem. Maar die was er dus nog nooit geweest?
Nou, die was het op dat moment één keer geweest, gelijk met mij. En toen heeft hij even snel rondgekeken en dacht hij van, oh ja, is wel oké hier. Maar dat is dan een hal, want ik ben daar ook geweest. Dat is een hal waar. Zond in de Hannering van Omroep Gelderland? Dat is een hal waar mensen zeg maar als tegenprestatie voor die uitkering moeten werken. En dat is ook gewoon gemixt met mensen die zeg maar nog via de WSW daar werken. Dus die iets mankeren. Dus het is ook een hele raar. Dus er zijn HBO geschoolde mensen die bloemen vouwen naast iemand die in de WSW zit. Ja, en die WSW'ers krijgen daar beter voor betaald, want exact. Die hebben wel een CO. En er zaten ook mensen die daar een taakstraf uitvoerden. Dus dat is de sociale werkplaats. Die ook opgeheven is per 1 januari. Ja. Dus top. Mensen die dan ook nog zeg maar daar een minimumloon kregen en mensen die voor een uitkering voor 700-800 euro daar moesten werken. En mensen met een taakstraf erop. Ja. Ook mensen met een taakstraf, en dat vonden de andere werknemers wel heel wrang, want die mensen met een taakstraf die iemand mishandeld hadden of wat dan ook, die zaten daar 2-3 weken. En mensen die een uitkering hadden, die zaten er 52 weken. Dus dat was wel een beetje een rare verhouding. Nu de ene wethouder demissionair is en de andere ook niet meer makkelijk ter verantwoording kan worden geroepen en het beleid is veranderd, valt het nu nog iemand aan te wrijven? Blijf je dat proberen, Rob, om iemand daar over te laten struikelen? Hoeft natuurlijk niet per se, maar om het wel bij iemand neer te leggen? Nou, of is het verhaal rond? Bij iemand neer te leggen en de politieke situatie is zoals die is. Verhaal was dat het in strijd met de wet is en dat het een hard regime was. En dat verdwijnt. Sowieso wordt het is wie opgeheven. Dus het sterft een langzame dood, denk ik. Ja. Maar je moet wel bedenken dat ook in andere gemeenten soortgelijke praktijken erop na worden gehouden. En Apeldoorn, Rotterdam speelt het ook. Rotterdam kwam een rapport van de lokale ombudsman over de tegenprestatie voor de bijstand daar. Dat levert een storm van commotie op in heel Nederland. Dit verhaal is een beetje onderbelicht gebleven. Rob, waar denk je dat dat door komt? Ik heb geen flauw idee. Wij hebben er veel aan gedaan. Omroep Gelderland heeft er veel aan gedaan. En ik heb het in een enkele landelijke krant teruggezien. Maar waarom het verder niet is opgepakt, dat zou je toch moeten vragen aan andere journalisten. Ik dank je wel. Rob Berends van de Gelderlander.